Goedendag, dit is het RTV Arnhem Nieuws van vrijdag 14 oktober. Met vandaag onder meer Airborne Museum in Oosterbeek gaat vernieuwen. Komst megabioscoop in Arnhem-Zuid dichterbij. En Matt Miazga vervangt geblesseerde Michael van der Werf bij Vitesse. Het Airborne Museum in Oosterbeek wil vernieuwen. Daarvoor is een masterplan opgesteld dat museumdirecteur Sarah Tuurlings-Heijsen heeft opgesteld. Zij wil dat de grandeur van vroeger terugkomt, maar streeft ook naar een betere beleving van wat oorlog eigenlijk is. Pieter Pluigers doet verslag. Wat voor verbeteringen en wijzigingen wilt u doorvoeren? We willen de routing in het museum veranderen. In de huidige setting moeten bezoekers eerst helemaal naar boven om daar het verhaal over Market Garden en Slag om Arnhem te horen. Maar we willen graag dat mensen, zoals het ook hoort, in deze villa beneden hun routing gaan beginnen. Tevens zijn we van plan om een kleinschalig museumcafé te gaan realiseren, vanaf volgend jaar hopelijk. En we willen uiteindelijk graag aanpassingen doen aan de vaste presentatie. En een van de belangrijkste conclusies die we hebben getrokken is dat dit gebouw, het hoofdkwartier van de Britten, een hele belangrijke buitenplaats is geweest, ontstaan in de 19e eeuw. Daarna in gebruik is genomen als een hotel, toen natuurlijk het Britse hoofdkwartier werd. En op dit moment een van de weinige hoofdhuizen is van een buitenplaats in dit gebied die er nog steeds is. Dus het verhaal van Hartenstein symboliseert de gevolgen van de verwoestingen van de oorlog. Maar dat verhaal dat merk je hier eigenlijk helemaal niet. Dat verhaal willen wij meer gaan vertellen. Dus Hartenstein als sense of place noemen we dat. Hè? Dat je weet waar je bent, wat de context is. En dat gaan we verwerken in de museale presentatie. Je hebt ook een nieuwe insteek qua tentoonstellingen. Kleinschalige tentoonstellingen wilt u een kans geven. En naast het militaire perspectief wilt u ook het burgerperspectief laten zien. Dat klopt. Ja, we zijn aan het nadenken over nieuwe tentoonstellingen vanuit een multiperspectief, zoals we dat noemen. Dus niet alleen de militaire. Maar we kijken dus naar alle verschillende nationaliteiten die hier zijn geweest in het kader van de Slag om Arnhem. Maar ook naar het leed en het persoonlijke verhaal daarachter. Dus we proberen echt de verhalen rondom dit thema, Slag om Arnhem, vanuit een menselijk perspectief te brengen. De eerste fase van het masterplan is dat u een extra tentoonstellingsruimte heeft ingericht. Ja, dat klopt. Ja, we hebben het masterplan gefaseerd ingedeeld. De eerste fase hebben we dit jaar weten te realiseren door op de beletage van het museum een kleinere tentoonstellingszaal te realiseren. En waar we nu ook het verhaal vertellen van Jozef Wojciechowski en zijn vrouw. Twee Poolse mensen die werden gedeporteerd naar Siberië. En opeens vrij werden gelaten toen Duitsland de Sovjet-Unie aanviel. En een hele wereldreis hebben moeten maken om een thuis te vinden. Daarom heet de tentoonstelling ook Going Home. Maar uiteindelijk ook elkaar hebben teruggevonden en getrouwd zijn. Het college van BMW is bereid mee te werken aan de komst van een megabioscoop, Euroscoop, in Arnhem-Zuid. Wel wil het eerst van de gemeenteraad horen of zij ook akkoord gaat met de realisatie van een bioscoop met 10 zalen en 2300 zitplaatsen, meldt de Gelderlander vandaag. Het Belgische bioscoopconcern Euroscoop is van plan hiervoor in Arnhem 20 miljoen euro te investeren. Het aantal te verwachte bezoekers is 483.000. De eventuele komst levert 70 tot 80 banen op. Uit onderzoeken blijkt dat sommige bioscopen in de regio door de uitbreiding van het aanbod in de gevarenzone komen. Daarbij gaat het vooral om VU, de vroegere Blikkenbioscoop aan de Rijnstraat, en Rembrandt Stadsbioscoop aan het Velperplein. De effecten voor de tweede megabioscoop Pathé in de binnenstad en het filmhuis op de Korenmarkt zijn volgens de onderzoekers kleiner. Op woensdag 30 november staat Arnhem opnieuw een referendum te wachten. De vraagstelling van het referendum luidt: steunt u het voorgenomen raadsbesluit uitvoering fase 2, gebiedsvisie, stadsblokken en Meijnerswijk? Fase 2 gaat over de realisatie van een uiterwaardepark. Condor Wessels Projecten, eigenaar van de grond, eist dat er maximaal 350 huizen kunnen worden gebouwd. Bij het referendum kan alleen met ja of nee worden geantwoord. De geldige opkomstdrempel van 30%, die in Arnhem bij geen enkel referendum is gehaald, is komen te vervallen. In december wordt de uitslag van het referendum bekeken. Het Gelders Archief organiseert morgen een open dag in hun gebouw aan de Westervoortse Dijk. Dat in het kader van de Maand van de Geschiedenis, met als landelijk thema grenzen.
Er zijn lezingen, een kleine expositie, filmpresentaties en informatiestands van historische verenigingen. Erfgoed Gelderland presenteert haar 360 graden bioscoop met films over cultuurhistorische gebeurtenissen en onderwerpen in Gelderland. De rondleidingen door de audiovisuele studio zijn helaas ook tijdens deze open dag al volgeboekt. Financiële beleid van de woningbouwvereniging voor ambtenaren, de WVBA, moet voor 1 december voor alle leden openbaar zijn. Een maand eerder moeten de leden de nieuwe statuten en het huurdersreglement hebben gekregen. Dat is de uitkomst van een informatieavond die gisteren veel bezoekers trok. Voorgenomen verkoop van alle 180 huizen op de Braamberg en op de Geitenkap heeft voor veel onrust onder huurders gezorgd. Dat plan is inmiddels voorlopig van de baan. Het bestuur wil via de vergadering een nieuwe start met de bewoners maken. Problemen met transparantie moeten worden opgelost. En een onafhankelijke partij begeleidt het proces naar die transparantie. Op 30 oktober wordt het griezelen in Burgers Bush. Daar staat alles in het teken van Halloween. RTW Arnhem-verslaggever Tjenda van der Brink nam alvast een kijkje. Waarom hebben jullie voor dit thema gekozen? Nou, we hebben voor Dia de los Muertos gekozen, omdat het een heel nieuw kleurrijk thema is. Hè. In Nederland wordt het bij ons weten nog nergens gedaan. En het past heel goed bij onze desert. Wij hebben een Mexicaanse desert, deels Mexicaans, deels het zuidwesten van de Verenigde Staten, dus een beetje het Wilde Westen. Dus het past heel mooi bij dat ecosysteem en dat gevoel daarvan kunnen we dan vergroten met dit evenement, die beleving zeg maar nog verder uitwerken. Wat maakt het Mexicaanse Halloween zo bijzonder? Nou, wat het heel bijzonder maakt, dit feest, is dat het Halloween wat we allemaal kennen uit Amerika, dat is een beetje griezelen en zo. Nou, dat is dit niet. Dit is geschikt voor jonge gezinnen, voor oudere mensen, eigenlijk voor iedereen. Natuurlijk zie je veel skeletten en dergelijke. Hè? Dus als je het niet kent, dan denk je, ja, misschien is het een beetje griezelig. Maar het is juist een feest waarin de Mexicanen heel erg het leven vieren. En daar is de dood een vast onderdeel van. Zij geloven dat de geesten van hun verwanten, van familie en vrienden, dat die tijdelijk terugkeren op de aarde. Dus het is een aangenaam feest, zeg maar. Ze eren hun geliefden en tegelijkertijd maken ze er een heel mooi bond feest van, ook met optochten en zo. Voor ons gevoel, die optochten die zijn heel kleurrijk uitgedost. Het lijkt een klein beetje op bloemencorso's, carnaval, hè. Echt een feestelijke sfeer, waarin je dus met de hele familie even gezellig bij elkaar komt en vooral het leven viert. En hebben jullie nog speciale activiteiten op het programma staan? Ja, we hebben allerlei activiteiten. Dit evenement is van 15 tot en met 30 oktober in ons park. Bezoekers die een kaartje hebben of abonnementhouders kunnen hier natuurlijk gratis naar binnen. Maar die krijgen het er gewoon bij, zeg maar, als een extraatje. En in de desert kun je ook heerlijk van allerlei gerechten, Mexicaanse gerechten genieten. Je ontdekt overal, achter mij zie je een heel groot hangend skelet. Overal ontdek je van dit soort versieringen die bij Dia de los Muertos horen. En je zult hier en daar ook op subtiele wijze wat muziek, zang en dans vinden. Wat allemaal past bij dit feest. En ervaren de dieren last van de skeletten en de nieuwe bewoners? Nee, we hebben heel bewust gekeken dat onze dieren geen last hebben van dit evenement. Dat is voor ons natuurlijk heel erg belangrijk. Dus vandaar dat we de muziek bijvoorbeeld niet keihard hebben aanstaan, maar dat we dat allemaal heel subtiel doen. En we werken met wat lichteffecten en heel veel dingen hebben we eerst voorzichtig gekeken van hoe reageren de dieren erop. En we weten ook heel goed in ons park, sommige dieren die zijn heel schrikachtig. Nou, die vermijden we met dit soort evenementen natuurlijk. En andere dieren die zijn eerder wat nieuwsgierig. En zolang ze maar de ruimte en de mogelijkheden hebben om zich ook terug te trekken. Nou, dat kan in de desert. De desert is best wel groot. Heeft allerlei hoeken en gaten. En er zijn ook delen van wat donkerder, waar ze gewoon in alle rust van hun nachtrust kunnen genieten. We blijven ook niet langer open dan normaal. We zijn in deze periode wel open tot 7 uur, dus dat is best wel lang nog. Vitesse moet het voorlopig doen zonder Michael van der Werf. 27-jarige verdediger heeft een knieblessure opgelopen tijdens een training en moet worden geopereerd. Volgens Vitesse gaat van der Werf vandaag al onder het mes en is hij 6 weken uitgeschakeld. Vitesse speelt morgenavond in Alkmaar tegen AZ. Van der Werf wordt vervangen door Matt Miazga, de Amerikaanse centrumverdediger die Vitesse gehuurd heeft van Chelsea. De 21-jarige Matt Miazga start voor het eerst in de basis. Dan nog het weer. Het was een bewolkte dag met hier en daar zon en zo nu en dan een spatje regen.
Morgen stroomt de zachte lucht het land binnen. De regen trekt weg en 's middags breekt de zon door. Het wordt 14 tot 17 graden morgen. Zondag is het wat warmer met 17 tot 20 graden. Bedankt voor het kijken, prettige dag en graag tot morgen.